En de stille loop die aan de vooravond van de viering van zijn residentie is gehouden, onder leiding van Sharon Rogers, moet vaderlandsliefde aanwakkeren bij de Surinamers. Met deze loop wordt een signaal gegeven aan de regering dat het niet goed gaat en wij niet zo verder kunnen. De opkomst gisteravond was een kleine groep die door enkele straten rondom het onafhankelijkheidsplein heeft gelopen. De organisatie is tevreden met de opkomst omdat het de mensen zijn die Suriname een warm hart toedragen, zegt Rogers. Een gevoel van tevredenheid. Ik ben content. Voor mij is belangrijk dat er mensen zijn die daadwerkelijk beseffen dat alleen door positief in het leven te staan, dat je positieve gevolgen en positieve ontwikkelingen zal krijgen. En dankbaar, dankbaar voor de mensen die hun tijd vrij hebben gemaakt om hier vanavond aanwezig te zijn in naam van Suriname. Want dat hebben we allemaal gedaan. Dus ja, woorden schieten mij tekort om dank te zeggen. Maar dit is het begin. Dit is het begin. We gaan het niet zo laten. We gaan verder moeten gaan. We gaan verder moeten zaaien om uiteindelijk, al is het bij het 50-jarig bestaan van Suriname, dat we kunnen zeggen, in die 3 jaren hebben we toch een significante vooruitgang gezien. Surinamers zijn bewuster geworden. Surinamers zijn vredelievender geworden. Ze houden hun omgeving schoon. We leven met elkaar als Surinamers. En we kijken niet naar elkaar als Hindustan of Blakamang. Maar we kijken naar elkaar als volwaardige burgers van dit land. De bedoeling van de stille loop in de avond was dat de groep de dag van 25 november op een andere manier wilde inluiden, meende initiatiefnemer. De bedoeling is dat we die 25 november 2022 met die positiviteit willen inluiden. Dat is de bedoeling geweest. Toch, ondanks alle negativiteit waarmee we elke dag te maken krijgen, is het goed om, ook al herdenken we het op een sombere wijze, maar voor mij is dit voldoende. Morgen dan ben ik thuis en dan ga ik bezinnen en dan ga ik evalueren, reflecteren, bij mezelf nagaan. Ben je tevreden, Sharon, met de bijdrage die jij levert aan de ontwikkeling van het land? Toch, wat zou je beter kunnen doen om betere gevolgen, betere resultaten te kunnen krijgen als we kijken naar hoe Suriname zich ontwikkelt? Dus morgen ga ik thuis zijn en ook bezinnen. Bent u zelfs tevreden met de opkomst of had u meer verwacht? Want ik heb hier en daar gehoord dat het niet echt was gebroadcast om mee te doen. Maar al met al bent u toch tevreden? Ik ben heel erg tevreden. We hebben gebruik gemaakt van social media. U weet, het is een actie die we hebben het zonder geld gedaan. Dus we konden geen media gaan betalen om bekendmakingen te plaatsen. Dus we hebben van de media waar we dus niet hoefden te betalen, hebben we gebruik gemaakt. En de mensen die het bereikt heeft, die zijn hier aanwezig. Bij de stille mars hadden de deelnemers allemaal een fakkel of een brandende kaars. En tot zover onze reportage met betrekking tot de viering van 47 jaar residentie.